Het vaste opzetten, dat doe je zo. Je maakt eerst een knoopje en dan haak je twee lossen. Vervolgens haak je in de eerste lossen, dan haal je een lus uit alsof je een vaste haakt. Je hebt er nu twee op je haak. Je slaat om, haalt eerst door één. Je slaat nog een keer om en dan haak je je vaste. Die eerste lus, dat is nu de basis. En daar ga je weer in. Je slaat om, haalt er een lus uit. Je slaat om, je haakt door 1. Je slaat om en je haakt door je vaste. Dus dit is de ketting. Daar ga je in. Dan haal je een steek uit. Je pakt je draad weer. Je haalt door 1. En je haalt door 2. En dat is dan je vaste. Nog een keer. Dit is dus de ketting. Daar haal je een steek uit. Dit is je ketting. Door 1. En dan door 2. En dat is dan je vaste. En nu heb je al hakend vaste opgezet. Datzelfde kan ook met stokjes, dus al hakend stokjes opzetten. Je maakt dus eerst een knoopje. Ja, dan haak je 3 lossen. 1, 2, en dat is 3. Je slaat om in de eerste losse. Daar steek je in. Dan haal je daar een lus uit. Dan heb je dat drie op je haak. Je slaat om eerst door 1. Dat is dus je ketting. En dan haak je het stokje. Goed, nog een keer. Omslag. Dit is dus je ketting. Daar ga je in. Je pakt een lus. Je slaat om. Eerst door 1, dat is je ketting, en dan haak je het stokje. Omslag, dit is je ketting. Daar haal je een lus uit. Slaat om, eerst door 1, en dan haak je het stokje. Nog een keer, omslag, dit is je ketting. Daar haal je een lus uit. Eerst door 1. En dan haak je het stokje, dus die ene lus die wat je iedere keer haakt, die vormt de basis van je ketting. Dit is dus je ketting. Eerst door 1. En dan haak je het stokje, en zo haak je stokjes in één keer.